Beste mensen, mijn naam is John van der Rijt en ik heet jullie van harte welkom bij aflevering 192 van Rijt Kick op de Week. Een bomvolle aflevering. We hebben denk ik voor bijna 2 uur materiaal gehad. Ik heb veel moeten knippen en plakken om er een beetje een normale tijd van te maken. Anders was hij veel te lang geworden. We zijn met de jongens naar Zandvoort geweest, uitgenodigd door Brembo en Bas Scooter Racing. Mooi kijkje achter schermen mogen nemen. De blauwe Lamborghini Huracan is verkocht en direct afgeleverd. Er komt een R8 V10 Spider voorbij. Er komt een C63 S AMG voorbij. Er komt een 911 voorbij. RS6, M3, M4. De nieuwe M3 Touring trouwens, die komt voorbij. Nieuwe M4 Competition komt voorbij. Ja, te veel om op te noemen. Ik zou zeggen, blijf kijken en geniet van aflevering 192. We beginnen de maandag met een Audi RS6. Koplamp vervangen rechts, links voor. Kijk, hier zit een scheur in. Dus er komt een andere voor. En velgen rechts zijn allebei beschadigd. Kijk, hier zit een klein beetje schade op. Moet even hersteld worden. Hier ook. Helaas krijgen we de ventielen niet los, dus die moeten ook vervangen worden. Die zit helemaal vast door de corrosie. Audi RS6 in het Ascari blauw. Twee mingers Vossen eronder. En hier de bumper gedemonteerd. De klant heeft een beetje schade gereden. Wat lichte schaafschade, maar moet gespoten worden. Dan halen wij alles eruit. Roostjes eruit. AC, ogen eruit, grill eruit en dan kan hij zo naar de spuiter toe. Toyota Corolla, deze auto gaan we de raamlijsten ontchromen. Een stukje al gedaan. En nu deze lijst gaan we compleet zwart maken. De paneeltjes die lijken op uitlaten gaan we zwart maken. Verder gaan we het logo smoken van Toyota. En die streep hier in de bumper, die gaan we ook zwart maken. Zo meteen het resultaat, als Dennis de mensen een beetje doorwerkt. Ik heb één hand in de zakken, dus... Vaak voorkomende klacht. Probleem bij de Audi Q5. In de bumper zit zo'n achterlichtunit. Waar in principe alles in zit. Als bij zijn auto de klep open gaat, ik zal het even laten zien. Dan verdwijnen ook de achterlichten. Dus stel je staat naast de weg, of ergens, en de klep zit open, dan is die auto niet herkenbaar. Dus wat heeft de Audi erop verzonnen? Zodra die klep open gaat, dan nemen de units in de bumper de verlichting over. Tevens zit hier die achteruitrijverlichting in. Heel vaak, we hebben er nu al 2 liggen daar, gaan die achterlichtunits stuk. Dus een nieuwe binnengekregen, die gaan we zo meteen monteren. Een hele dikke Taggart Porsche Panamera Turbo op bezoek. Heeft een afspraak gemaakt in de werkplaats. Knijterdikke auto, komt hier uit de buurt. Ook weer lekker laag. Keramische remmen rijden, kijk eens die neus. De verkochte C63. Die zijn we aan het bijwerken. Voor wat kleine steenslagpuntjes. Die worden één voor één bijgewerkt. Dan hier aan de zijkant een paar kleine beschadigingetjes op. Minimale puntje steenslag. Zodat we hem perfect af kunnen leveren zoals afgesproken. Ook wel chippen genoemd. Niet chippen van de motor, maar chippen van de steenslag die erop zit. 1 Mini Cooper One op de brug. In de kleur Volcano Orange. Zie je niet zoveel. Echt een super mooie kleur. Staat hier voor groot onderhoud. Olie is nou aan het uitlekken. We zijn de rembloeisen aan het verversen. Bougies moeten vervangen worden. Luchtfilter moet vervangen worden. Dus groot onderhoud. Audi A6. Alle verstuivers nieuw gemonteerd. Hij loopt weer als een zonnetje.
Toyota is klaar. Toyota logo gesmoked. Het randje in de bumper. Nogmaals, deze hebben we zwart gemaakt. De raamlijsten zijn ontchroomd. En in de achterbumper de uitlaat sierstukjes. Die zijn ook zwart gemaakt. En dan kunnen we vragen krijgen, ja, waarom het logo op achter niet? Dit is een relief logo, dus kunnen we niet zomaar, zie je? Voor is het logo helemaal glad. Hier niet. Dus daar kunnen we niet zomaar smoken. Heel andere auto geworden weer. Beetje ruiger geworden weer met die zwarte accenten, met die zwarte raamlijsten. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Ik was net nog, het is nu 7:30. Moest ik even op een mailtje reageren, op een appje reageren trouwens. En dan ga je reageren met je toetsenbord. En ik begin te typen. En ik moest van alles schrijven. Van alles. Met 1V, 1A, 1N. En wat doet dat toetsenbord? De V 10 keer, de A 6 keer, de N 15 keer. Oké, niet fijn. Wissen, opnieuw. Hetzelfde probleem. Rustig, Jan. Komt goed. Wissen, opnieuw. Weer niet goed. Toetsenbord reageert voor een meter. Rustig. Het is waarschijnlijk de batterij. Ik heb zo'n draadloos toetsenbord. De batterij. Nieuwe batterij erin. Ik begin nogmaals aan mijn berichtje. En wederom, elke letter die je intoetst, komt er 6 of 7 of 10 keer te staan. Heb ik nog één keer het toetsenbord. Ik dacht al bij mezelf, toetsenbord, je gaat eraan. Nee, rustig blijven. Nog een keer overnieuw. Ik heb gewonnen. Ik heb het toetsenbord verslagen. En dan komt er van onderuit je buik zo'n gevoel. Als je nu niet gaat reageren, dan maak ik je kapot. En hij reageerde niet. En dat is niet de manier. Ik ben er niet trots op. Maar ik heb geen toetsenbord meer. Hij is... Ik verloor even mijn geduld. Heb je ooit. Dus ik ga wat lijm pakken. En ik ga hem repareren. Nee joh, ik moet even gaan kijken voor een ander toetsenbord. Want nu kan ik mijn berichtje helemaal niet meer afmaken. Ik ga eerst even vegen, ik krijg zo meteen klanten. Dus ik moet vlug op zoek naar een toetsenbord. En, tip van John, pak er eentje sowieso met een kabeltje eraan. Nooit draadloos, nooit. Dus Asus, rest in peace. De mooie rode Audi R8 is weer terug van de spuiter. Motorkap is opnieuw gespoten. Heb ik jullie van tevoren laten zien. Hè? Dat er eigenlijk alleen een paar steenslagpuntjes op zaten. Nu alleen nog links achter een schokdemper vervangen. Die lekt, dat zal ik jullie dadelijk even laten zien. Hier even een beeld van de Audi R8 van de schokdemper links achter die behoorlijk zweet. Nieuwe schokdemper monteren. En hier is het beeld nog duidelijker van de schokdemper. Behoorlijk nat. En de nieuwe is alweer binnen. Originele nieuwe schokdemper. Daar staat de oude. Wat ik net zei, helaas komt het vaker voor. En nog erger is dat ze volgens mij 1400 euro ex btw ex montage kosten. Audi Q3 staat hier voor het vervangen van de logo's. Er komen zwarte Audi logo's op en natuurlijk mooie rijbordjes. Even de achterkant. Deze logo of deze letters gaan eraf. Q3 wordt een zwarte, zwart Audi logo. En het resultaat mag er wel wezen. Het ziet er echt een stuk beter uit, vinden wij natuurlijk. Mooi rijbordje erop. Logo voor. Ziet er ook veel beter uit.
En het rijbordje natuurlijk ook. Klant weer blij. Ford Fiesta ST van de vaste klant staat hier voor onderhoud. Vervangen van de bougies en de rembloeistof verversen. Erwin is bezig met een Audi Q3. En Tom is bezig met een BMW M4. Die is al vaker hier geweest. Het lijkt een beetje op de Valencia Orange van BMW. Is het niet? Een hele dikke kleur. Carbonpakket erop. Bij deze auto gaan we de condenser vervangen. Achterbumper gedemonteerd. Die gaat zo meteen naar de spuiter. Wordt hersteld en voorzien van een nieuwe laklaag. Maar nu eerst zorgen dat die airco weer naar behoren werkt. En daar is die extra lange, hele dikke BMW 7-serie weer. Nu bezig met klein onderhoud. Remvloeistofservice, olieservice. We gaan alle vier de wielen balanceren. We hebben zojuist alle vier de naven schoongemaakt. Zowel voor, achter, links, rechts. Als laatste gaan we de uitgevoerde werkzaamheden bijschrijven op de server van BMW. Dan wordt het digitaal bijgewerkt. En dan kan die eind van de week weer afgeleverd worden. Volkswagen Scirocco in de werkplaats. Hier zijn we de gordels aan het demonteren. Hier heb ik ze al los. Kijk, hier ligt hij. Er komen rode gordels in. Dus dan gaat het weer een stuk mooier uitzien. Net als vorige week bij die RS3. Hier heb ik de gordel van links achter al liggen. Rechts moet ik even onder alleen losdraaien. Voor nog demonteren. En dan worden ze dadelijk rood. Straks het resultaat. Audi RS4, vrij recent. Miltek uitlaat gemonteerd. En die resoneert hier bij een verbindingstuk. Het is natuurlijk hartstikke fancy gemaakt met een uitgelezerd Miltek logo erin. Maar dat maakt het geheel wel een stuk minder sterk. We gaan de Lamborghini Huracan klaarzetten. Voor een proefrit. Klant uit Limburg. We gaan de auto nu de werkplaats even inrijden. Om de bandenspanning op peil te zetten. Een kleine check en dan gaat de klant rijden. De laatste tips en tricks aan het uitleggen / toelichten. De klant gaat zo vertrekken. Bandenspanning klopt weer. Wat is hier mooi, hè? Met zonnetje erop. Mooi blauw. Dus de Lamborghini Huracan 2015. Ready for take-off. Klant gaat rijden. Zonder inruil. Zometeen meer. Recent de Miltek gemonteerd. Er was een steuntje wat resoneerde en hebben we dan even zelf maar opgelost. Dan gaat hij weer. Ja, toeval of niet. Mocht je nou interesse hebben in een hele dikke Audi RS4. Hebben wij staan. 2019 Daytona grijs en helemaal vol. Carbon interieur, exterieur, motorruimteafdekking, keramische remmen. Meer informatie over deze RS4 uit onze voorraad. Check even op www.rijdautos.nl. De R8 hebben we zojuist compleet aflevering klaargemaakt. Auto gewassen, netjes uitgezogen en die kan morgen weer opgehaald worden. Bumpertje gespoten. Staat weer helemaal tip top klaar. Had echt minimaal steenslag, mijn klanten wilden hem echt perfect hebben. Erg mooie auto, dynamietrood, de 5.2 V10. Een ongeblazen R8, zoals elke R8 trouwens. En van een RS4 naar een
volle zwaag up. We zijn hier nu een stuk of 5. Een stuk of 5 in onderhoud van PGTB, de zorgbureau. Bedrijf hier in Uden. We gaan hem een onderhoudsbeurt geven. En dan, of niet? Toch? Groot onderhoud. De Lamborghini Huracan wordt klaargezet voor vertrek met de klant. Auto is dus verkocht. De klant heeft besloten om de auto gelijk mee te nemen. Alweer een Sea by Fly. De auto gaat weer naar Limburg toe. De auto is natuurlijk verkocht zo geweest. Die komt ook uit Limburg. Dus hij gaat terug naar zijn oude vertrouwde plek. Daar gaat hij weer, de R8. De R8 V10 Spider. De broer van de bekendste autopoetser van Nederland. Een autopoetser klinkt dan een beetje neerbuigend. De bekendste detailer van Nederland, onze Rick. Prachtige auto. Ook bij de mooie Volkswagen Scirocco zitten de rode gordels doorin. Een mooi rijplaatje erop gemonteerd. Kijk. Ik moet jullie nog alles even dichtbouwen. Ik wil jullie toch even laten zien hoe de gordels vastzitten en zo. Dus je moet heel die plaat die hier normaal overheen zit natuurlijk helemaal gedemonteerd worden. De achterbank eruit. Deze plaat moet er helemaal uit. Man, heb je wel mooie gordels. Klant op bezoek. Trouwe kijker van Cake op de Week. En die wilde even een keer langskomen. Heeft een hoodie gekocht. En wat heeft hij bij? Ja, mooier kan er bijna niet. Een 911-993 Carrera 2. Ik heb hem zelf ook. Tiptronic versie. Met een RSR uitlaatsysteem. Prachtig, hè? Hoor. En weer een mooi setje vossen binnen. 20 inch. Glanszwart. Mooie dikke set. 8,5J zag ik net al vlug staan een keer. 10J achter en 8,5 voor. De Volkswagen Scirocco staat klaar. Rode gordels gemonteerd. En dit is het resultaat. Ziet er super dik uit. En uiteraard de gordels achterin. Een saillant detail. En er is hier weer die hele dikke C63S AMG. Is hier al een paar keer vaker geweest. We gaan de zwarte 20 inch verraders weer monteren. Die auto hebben we toen super laag gelegd. En vandaag gaan we wisselen van brons naar zwart. Maar eerlijk, deze set staat ook super dik. Een hele mooie BMW 3 serie M Sport in grafiet grauw. Bij deze auto gaan we een splitter monteren, 8-klepspoiler, diffuser en nieuwe hoogglanszwarte eindstukken. En hier hebben we die dikke C63 AMG. De bronzen wielen met de dikke Michelin Cup banden eraf gehaald en de zijdeglans zwarte teruggemonteerd met gewoon Michelin Pilot Sports.
de aanpassing bij deze 320, de diffuser, de eindstukken, mooie zwarte gemonteerd, achterklep spoiler en aan de voorzijde gaan we de splitter monteren zo meteen. En het resultaat mag geweest bij de 3-serie. Zwarte eindstukken gemonteerd, spoilertje, diffuser en de frontlip. Hele mooie auto. Audi RS4 2019 proefrit met inruil van een BMW M340i Touring. Hele mooie dikke auto. Laten we zo meteen wat even zien. Proefrit Audi RS4 2019. De klant gaat even een rondje rijden. Bomvolle RS4 met inruil van deze BMW M340i 2020, 44.000 kilometer, panoramadak, head-up display, X-drive, chique auto ook met die M-performance wielen. Nou, de klant gaat dus even rijden. Prijsvoorstel hebben we al gemaakt. Dus we gaan het meemaken, zo meteen meer. De BMW M4 is weer opgebouwd. Achterbumper gespoten. Een kleine beschadiging op. Condensator vervangen, radiateur vervangen. Airco volledig gevacuumeerd, afgevuld. Gereden in de Audi RS4 met inrol van die M340i. Gaat er een nachtje over slapen. Dus wij gaan het horen. En deze gaat weer netjes naar binnen. Proefrit in de BMW M3. Handgeschakeld. Sedan. Met die bijzondere neus van de coupé, 2008, in de kleur Jerez zwart, lijkt heel erg op carbon zwart, maar het is dus echt Jerez zwart, volledig onderhouden. De klant gaat een proefrondje maken, zometeen meer. Ja jongens! De bumper van de RS6 is weer gemonteerd. Nieuw gespoten, zat een klein beschadiging op. Dat nog even wassen. Audi SQ7. In de vroege ochtend, voor het uitlezen van motormanagement, heeft een storing. En de Ascari blauwe Audi RS6 met een vers gespoten voorbumper. Zonder beschadigingen, zonder steenslag, weer helemaal fris. Een Audi S5 uit de brug. Ik vind het echt zo'n mooi model. Zeker zo'n cabrio. Echt mooi. Staat hier voor onderhoud en een storing op de PDC-sensoren voor. Vorig jaar groot onderhoud gehad, dus zal nou waarschijnlijk alleen olieservice zijn. Kleine check-up voor de 991.2 Turbo S. Die heeft recent bij Porsche Heteren zijn beurt gehad. En die wordt vandaag afgeleverd aan de nieuwe eigenaar. Dus we hebben hem even een kleine check-up gegeven. En de 2020 Audi RS6 die gaat mee naar Duitsland toe.
voor een terugroepactie en een PDC-storing. Dus die wordt nu als service gehaald door Waldhaus en Burkel. Trouwe kijker, keek op de week met een hele dikke Porsche Panamera GTS. Die is hier vandaag voor onderhoud, dus die gaan we naar binnen rijden. Ondertussen staat hier Walters en Burkel voor het laden van de RSS. Er was wat voorbereidingen voor het leveren van de 911 Turbo S. Die is verkocht met inruil van een 996. Audi RS4, ook verkocht. 2019. Met inruil dus van de BMW M340i Touring van 2020. Binnenkort bij ons in de showroom. Onze vaste chauffeur met zijn Dodge pick-up. Die heeft gisteren een ongeluk gehad met zijn pick-up. Dus nu is vandaag dat is echt zo'n Duitse opbouw, hè. Typische Duitse oprijauto. Erg laag, is eigenlijk wel makkelijk met oprijden, met hele korte rijplaten. Ja, zo zien we ze in Nederland niet vaak, maar ja, dat is echt een typische Duitse carrosseriebouwer. En ja, met de neus van een transporter. Dus de RSS gaat mee, ik hoop het mooi droog blijft. Scheelt een hoop poetswerk. RSS gaat mee en is volgende week weer terug. Porsche Panamera GTS. Ziet er heel netjes uit, de auto. Staat hier voor onderhoud. Bougies moeten vervangen worden. Luchtfilter. En de rembloeistof. En de bobines. Dus dat gaan we meteen doen. BMW 3 serie. Die moeten we even helemaal nakijken. Waarschijnlijk groot onderhoud nodig. Maar hij trilt met remmen. APK moet gebeuren, maar we zagen dat er een gordel achter niet helemaal volledig was. Dus gaan we even helemaal in kaart brengen. Of ja, gaat Tom even helemaal in kaart brengen. Onderweg naar de Automotive Campus. We hebben vandaag vanuit VAS een leveranciersbijeenkomst. En daar hebben we een zeer inspirerende plek voor gekozen. Namelijk de Automotive Campus in Helmond. Dus we zijn erg benieuwd. Er zin in. In deze ontvangsthal van de Automotive Campus zullen dadelijk de leveranciers allemaal komen. Wat een toffe, inspirerende plek is dit. Echt heel te gek om te zien. Hier zijn Chantal en Robin alles al aan het voorbereiden. Tja, ik weet niet of John hier gelukkig van wordt, van zo'n apparaat, maar goed. En we zijn weer bij de Panamera. Luchtfilterdemontage moet natuurlijk heel de voorbumper eraf. Dat is bij een Porsche. Bougies aan deze kant heb ik al gedaan in bobines. Deze kant zijn we nu mee bezig. Rembluisapparaat staat eraan. Gaan we daar ook verversen. Nu even wachten tot de nieuwe luchtfilter binnen is en dan kunnen we weer verder. Nou, die RS6 is toch nog even terug geweest naar de spuiter. Een paar puntjes stof eruit laten paleisten. Onder op de lip zat nog een paar puntjes. We werken hem zo meteen even af en dan kan hij vanmiddag om 4 uur opgehaald worden. Ascari blauwe Audi RS6 Performance. Dikke, hele dikke kleur. Het is wel mooi zo met die zon erop, dan kun je een beetje zien wat die kleur doet. Echt een hele mooie kleur. Ja, dat is dus de Porsche manier van luchtfilters wegwerken. Bij de Panamera en zo onder de voorbumper. Voorbumper los. Deze bak moet helemaal los. Daar zit de filter in bewerkt. En bij 911 zit je aan de achterkant. Dat hebben jullie vorige week volgens mij gezien. Achter de achterbumper. Hetzelfde idee. Heel de achterbumper demonteren om een luchtfilter te verwisselen. De originele ligt hier. Dat is trouwens wel een joekel van een filter. Kijk. Dit is het luchtfilter wat dus achter die voorbumper zit van die Panamera. De Porsche 996 Turbo. 2001. 119.000 kilometer. Hier al dus op de 911 Turbo S.
binnenkort bij ons op de website. Kijk, en er komt een nieuwe aan. 991.2 Turbo S. Wat een machine, jongens. Knijterdikke auto. Alle opties. Akrapovic uitlaatsysteem. Akrapovic carbon diffuser. Diverse carbon delen aangebracht, zoals die intakes in de schermen. Ergo pakket. Met die mooie andere splitter aan de voorzijde. Behoorlijk wat delen in carbon zwart spoten. Of sorry, in het glanszwart spoten. Ik zeg het verkeerd. Spiegelvoetje. Ik heb het al een keer vermeld, maar hier op de achterklep. Dit dingetje hier. Dit paneeltje. €5500 aan carbon. Wat een knijterdikke auto. Maar, die is nu verkocht. En wat Luc net waarschijnlijk al zei. Dit is een inruilauto. Porsche 996 Turbo. In Ciel Grauw 2001, 119.000 kilometer gelopen, compleet NLP, origineel Nederlands geleverd en nieuw geleverd aan Jaap Stam. Schijnt een tennisser te zijn geweest. Ik heb geen verstand van voetbal. Nee, iedereen kent hem wel, Jaap Stam. Hij voetbalde toen nog volgens mij in Engeland. In 2001, toen heeft hij hem nieuw gekocht in Nederland, meteen mee naar Engeland genomen. En toen na een jaar is je weer terug naar huis gegaan. Mooi ook om te zien wat een generatie doet, generaties doet. Want na die 996 heb je nog die 997 gekregen. Dan krijg je nog een 997 MK2, dus het feestmodel van de 997. Die zien er ietsje anders uit. Daarna is de 991 gekomen. En dan heb je weer de 991.2. En dat is deze. En nu is weer de 992 uit. En daarop volgt natuurlijk weer de 992.2. Maar die is er nog niet. Oh, 21 jaar oud. Nee joh, jawel. 21 jaar oud. 21 jaar oud. Oh, het gaat zo snel. Prachtige auto's. Dat was de levering van de Porsche 991.2 met inruil van die hele mooie 21 jaar oude 996 Turbo. Nu vlug in de auto naar Mirjam, die is met haar bedrijf voor vast bezig, Verenigde Autobedrijven Samen Sterk, naar Helmond. Ja, eigenlijk had ik al een uurtje geleden moeten vertrekken, maar helaas niet gelukt in verband met de levering van die 911. Ik ben benieuwd, we krijgen een rondleiding bij Lightyear. Bij die auto met die zonnepanelen op het dak. Echt mijn ding. Ik heb een 612 pk sterke E63 bij, een echte auto. We krijgen een rondleiding, naderhand nog een borreltje. En dan hoop ik op tijd terug te zijn weer voor het afsluiten van de week met de jongens. Dus, ben benieuwd. En de klant gaat weer vertrekken met de Porsche Panamera. Helaas mochten we bij Lightyear niet filmen. Jammer, maar ja, we gaan even borrelen. Een uurtje lekker een borrel drinken met elkaar. En proberen eens iemand te leren kennen die je eigenlijk helemaal niet kent. Dat is eigenlijk een motto van verbinden. Dames en gastvrouwen, dankjewel. Leuk dat we hier met z'n allen waren. Nou, dat was een mooie rondleiding bij Lightyear. Het zal toch wel de toekomst worden, helaas. Hier zit ook Suma College. Inovam zit hier, Rijkswaterstaat zit hier. Wat is er nog meer?
Capgemini. Capgemini. Ik heb in een Lightyear gezeten, helaas. En we gaan vlug met de Uden toe. De week afsluiten met de jongens. Dus in de E63. Heel rustig naar Uden toe. Het ophalen van die prachtige BMW M4 Coupé. Net voor het weekend gaan we de R60 even afmaken. Velg is er net binnengekomen, het is nu 6 uur. Doe nog even snel de bandjes erop draaien, wielen erop, kunnen ze morgen weer opgehaald worden. Nou, dat was dan de Automotive Campus in Helmond. Wat leuk om een keer van dichtbij mee te maken. Een joekel van een terrein. Het was een erg geslaagde middag. Ik was natuurlijk weer veel te laat. Dus ik heb niet alles mee mogen maken, helaas. Maar ik heb in ieder geval de rondleiding gehad bij Lightyear. Een auto die een kleine accu bezit. Echt een hele kleine vergeleken met Tesla's. En zelfvoorzienend is. Heel die bovenkant ligt vol met zonnepanelen. En dat maakt dus die auto, die bouwen ze trouwens niet voor de performance. En een Tesla die trekt natuurlijk als een lier. Wat hun zeggen van we laten hem minder hard trekken. Dan kan die accu wat langer mee. Maar goed, aan de andere kant de accu mee. Ja, er hoeft maar een kleine accu in. En waarom? Die wordt direct opgeladen door de zon die bovenop die auto schijnt. Dus eigenlijk wel ja, goud voor mensen. Het is goud als je niet van auto's houdt. Vrachtwagens. 18 meter trailers vol met panelen leggen. Ja, dat is misschien voor de toekomst wel eigenlijk de hele die transportwereld elektrisch rijdt met een accusysteem erin die zichzelf oplaadt door een plafond van 18 meter lang en 3 meter breed. Ja, ik weet niet of de vrachtwagenchauffeurs het mee eens zijn. Is denk ik ook een beetje vloek in de kerk, want een echte vrachtwagenchauffeur die geniet natuurlijk van zijn dikke Scania V8. Dat is de andere kant natuurlijk weer. Al het vervoer over de weg, wat alleen maar ja, van A naar B is. Ja. Het zal toch een keer ja, het zal toch een keer moeten komen, maar ja, ik hoop gewoon wel dat de automerken de motoren blijven produceren. En in combinatie heb ik al vaker gezegd, pak een Porsche Panamera, dat voorbeeld heb ik al vaker gegeven, een Porsche Panamera Turbo S. 550 pk met een normale turbo, de Turbo S is met hybride aandrijving. 680 pk, nou daar kan ik wel mee leven. Is je accu echt leeg, heb je dan altijd een dikke V8 onder je kont liggen. En dat is toch wel heel erg prettig rijden. Dus die combinatie, daar is helemaal niks mis mee. Audi RS6 gaat ook die kant op, heb ik begrepen. Is nu natuurlijk al een mild hybrid, de C8. Mild hybrid, 48 volt boordspanning. Dus het gaat er allemaal wel een beetje naartoe. Maar ik hoop echt dat we gewoon die verbrandingsmotoren blijven gebruiken. Ik las van de week een stukje over Mazda. Die is dus met een verbrandingsmotor extreem ver. Dat is een beetje het concept van een benzinemotor gecombineerd met een dieselmotor. Ik heb het gelezen. Wat was het nou? 1 op 43 of zo met een benzinemotor. Ja. Dus ik hoop door dit soort berichten dat de verbrandingsmotor nog geen einde oefening is. En dat ze toch op dat systeem, ja, of in combinatie met een accupakket, maar volledig elektrisch. Sorry hoor mensen, ik vind het helemaal niks. Ik vind het echt helemaal niks. Maar goed, misschien maak ik het niet meer mee. Ik ben 48, nog een paar jaar en dan ga ik mooi met pensioen. En dan zien we het wel. Maar ik hoop het echt dat het blijft. Hoop ik echt. We zijn nu weer in Uden. Het is 6:15. Ik heb net op de camera's gekeken. De jongen zit nog een biertje te drinken. Dus we kunnen nog net even de week afsluiten. Daar hoopte ik al op dat ik nog even mee kon maken. Sluiten we de week af en dan morgen draaien we nog de zaterdag. En dan is het weer zaterdagavond. Kijk op de weekavond. Dus we sluiten hem zo meteen af met een lekker biertje. En dan tot morgen. Hele mooie RS6 Performance. Bij deze auto hebben we dus de rechterwielen compleet hersteld. Dat laat ik zo meteen even zien. En de auto compleet gepolijst en klaargemaakt naar wens. Aan de andere kant liggen dus die wielen. Die hebben we gisteren het einde van de dag nog gemonteerd.
En compleet in nieuw staat hersteld. De auto wordt zo meteen weer opgehaald. Ja, verder die hele dikke extra lange 7-serie. Bij deze auto hebben we het inlaattraject gewandelblast. Dat is gedaan, hebben jullie gezien in een paar afleveringen geleden. De knock-outversterters zijn los geweest. Die centrale bouten hebben we vernieuwd. Daarna zijn we nog flink aan de gang geweest. Er zat een hikje in op een bepaald toerental. Dat is nu minimaal. Alleen toch voelen we nog één. Ja, er zit nog iets in. We hebben met de klant afgesproken van ga eerst maar eens rijden. Kijken wat die auto gaat doen. Natuurlijk gigantisch werk aan die auto gehad. En op een gegeven moment dan. We hebben ermee gereden en weer rijden en weer rijden. En dan ben je in twijfel. Voelen we nou nog wel iets of voelen we nog niks? Dus het is voor zo minimaal dat wij denken van. Met de klant overlegd. En die komt hem ophalen. Die gaat er lekker mee rijden. En dan gaan we kijken wat de storingen wegblijven. En dan is het probleem opgelost. Zo niet gaan we er verder in duiken. Nieuw binnengekomen Audi SQ5. Met die auto gaan we de naaf en de klauwen doen. Ik zal even laten zien. De auto heeft natuurlijk buiten gestaan bij ons. En dan moet je maar eens kijken hoe zo'n remsetje eruit ziet. Ja, het is niet normaal. Die schijven helemaal vies en verroest. De klauwen zien er verschrikkelijk uit. Dus we gaan zo meteen eraan beginnen. En dan moet je maar eens kijken hoe het er nu uitziet. En over een uurtje. Achter gaan we direct nieuwe remblokken monteren. Hetzelfde verhaal. Hele gore remklauwen. Vieze schijven. Dus gaan we eerst even reinigen. Nieuwe blokken erop. En dan gaan we zo meteen hele dikke wielen monteren. Die liggen hier. 4x Toyo Proxxis Sport SUV. 22 inch performance wielen. Gaan we zo meteen monteren op de SQ5. Ik moest helaas vandaag werken. Alleen collega's die mochten naar Zandvoort, geheel verzorgd door Brembo en Bas Scooter Racing, een dagje meekijken achter de schermen. En de BMW M-divisie is ook hier in het wild aanwezig. BMW M4 Competition 2022, lekker aangekleed. En een hele dikke BMW M3 Competition en dan wel in de Touring versie. Ze worden allebei grondig geïnspecteerd door Luc en door Bart. Ja, en iemand moet toch gewoon werken, dus helaas kon ik er niet bij zijn nogmaals. Ja, het is natuurlijk fantastisch om dit van dichtbij mee te mogen maken. In de pitbox. Kijken wat er allemaal gebeurt aan die auto's. Hoe ze vertrekken. Op de bekende plek in de pitbox van Max Verstappen. Fantastisch. Ondertussen op de zaak. Klant op bezoek voor de BMW M3 E90 in de rol van tevens een sedan uit 2006. Titaan zilver, volledig M-Sport affabriek. Hele mooie, strakke originele auto, 150 gelopen, handbak, Alcantara bekleding erin. Gelukkig schijnt de zon weer, net was elke keer regen. Maar we gaan even een proefritje maken met de fantastische mooie Jerris-zwarte BMW M3 sedan, handgeschakeld met hartige uitlaatsysteem en wellicht in de rol van de 325.
gisteren zaterdag, de laatste dag. We hebben de deuren al weer dicht. Vandaag wel langer doorgegaan. Ja, mooi. Een mooie week achter de rug. De maandag. Ja, ik zeg het goed. Maandag begint Bart, onze nieuwe detailer. Daar ben ik heel blij mee. Maandag begint Willem. Komt bij Erwin op kantoor zitten. Onze nieuwe serviceadviseur. Daar ben ik heel erg blij mee. En dan kunnen we meteen maandag vol aan de bak. Want de Mercedes E63S AMG van 2019 staat klaar. Die hebben we compleet klaargemaakt. De wieltje is nog hersteld. Een beschadigd wieltje. Is gemonteerd, dus staat compleet klaar. Ja, paleizen kunnen we weinig aan, de matte kleur natuurlijk. Maar we gaan het interieur extra helemaal aanpakken. En dan gaan we komende week foto's maken. Staat die online. Uiteraard, tijdens het filmpje staat natuurlijk al online. We hebben een vertraging van de week. Natuurlijk al die klauwen en die navel laten zien van die SQ5. Ondertussen de tweede begins performance meter gemonteerd. Mooie dikke set. Onder een SQ5. Het is een SQ5 benzine. De V6 versie 3 liter. 354 pk, 2019, 39.000 km gelopen en ja, Bang & Olufsen, die ruitjes bekleden erin, die diamond stitching, panoramadak, gewoon lekker vol. Zo zien de klauwen er nu uit. Dus Bart kan maandag beginnen met deze SQ5, eerst even tanken, de schijfjes even mooi schoon remmen, dat kan niet meer klaargemaakt worden. Dit was je alweer, Rijdkick op de Week 192. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Onder het filmpje even op abonneren drukken, belletje aan en je blijft automatisch op de hoogte. Heb je interesse in de merchandise van Rijdkick op de Week? Ga dan naar rijdauto's.nl/merchandise. Kom in onze webwinkel, kun je bestellen. Ja, rest mij nog om jullie een heel fijn weekend te wensen. Ik zie jullie graag volgende week terug voor aflevering 193. Goed weekend.